prima hebben. Ja, vandaag is een beetje een spannende dag. Ik ga nu naar Woudinchem, daar woont mijn coach. En ik ga vandaag bij mijn coach een lactaattest afnemen. Oftewel kijken hoe fit ik ben. Ja, het wordt de eerste keer dat ik een lactaattest doe, dus ook daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat precies gaat zijn. En natuurlijk ook naar de resultaten aan het eind. Voor de rest heb ik eigenlijk nog alleen maar een VO2 max test laten doen. Nu twee keer. Waarbij ik vorig jaar de laatste heb gedaan. Toen was ik in ieder geval iets vooruit gegaan met jaren daarvoor. En ja, nu een lactaattest, een ander soort test. Als ik bij hem ben, dan hoop ik dat ik jullie iets meer kan vertellen over het feit lactaattest, wat het precies inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. Dus tot zo. Die lijkt was naar geluid zit geen tijd van nemen of cyclo bij, denk ik. Dat weet ik niet. Nou, voor mij is gewoon een toetop of zo, maar wel een redelijk pittig, hè. Ja. Mensen die dat niet goed ontwikkeld hebben, dan zie je toch al vrij snel die lijn oplopen. Nou, mijn coach, Christian, die heb ik net even 30 minuten laten afzien. En dan ga ik jullie nu even vertellen wat ik gedaan heb. Oké, nou, we hebben inderdaad 30 minuten ongeveer afgezien. We zijn met 100 watt gestart als vermogen. Elke 4 minuten 40 watt erbij. En aan het eind van elk blokje hebben we een druppeltje bloed afgenomen om het lactaat te meten. En aan de hand daarvan hebben we kunnen bepalen waar we de verzuring in gaan. Dan mogen die gegevens eigenlijk openbaar. Ja, dus het is. Wat. Dus Guy gaat de verzuring in bij. Waar zaten we ook alweer? 291 watt. En een hartslag van 188. En eigenlijk vrij bijzonder is dat daar de lactaatwaarde 5,1 millimol is. Meestal ligt die waarde rond de 4. En we hebben ook nog gezien dat er een extreem hoge lactaatwaarde van boven de 21 is gehaald. Dus daar heeft hier iemand wel afgezien als een beest in elk geval. Voor een cyclorenner zeer acceptabele waardes. Ik zou zeggen tevreden. Ja, nou, het is iets minder dan de 20 minuten test die ik dan laatst heb gedaan. Maar ja, ik kan dus schijnbaar heel goed afzien. En we gaan in ieder geval weer verder trainen en kijken of we nog beter kunnen worden.